Hartelijk dank, vrienden. Hartelijk dank voor uw applaus. Dankzij de informele communicatie tijdens de aankondiging weet u dat ik vanavond mijn gewaardeerde vriend en collega Jos Wijnmolen vervang. Ik heb in een vorig gesprekje met hem begrepen dat hier vanavond de afsluiting van een project plaatsvindt. En dat het de bedoeling was om vanuit de vaktheorie de rol en de werkwijze van de adviseurs toe te lichten. Ik ken het project en de toegepaste werkwijze niet, maar dat is geen punt. U kent de lijfspreuk van onze adviseurs. Hoe goed u ook praat, wij praten beter zonder zelf te weten. Dus wij komen hier vanavond best samen uit. Maar voordat ik begin met mijn inleiding, wil ik toch eerst een klein kwaliteitswipje met u maken, opdat u zich in deze vervanging bevredigd kunt voelen. Ik sta hier op grond van een ruime praktische ervaring, onderbouwd door een gedegen wetenschappelijke opleiding. Sinds het verstrijken van de leerplichtige leeftijd houd ik mij al met het praktisch adviseurswerk bezig. Ja, zelfs nog daarvoor. Mijn ouders kunnen boeiend vertellen omtrent mijn adviezen aangaande het afdrogen van en door mijn broertjes. Daarnaast heb ik ook diverse opleidingen gevolgd, met althans voor mij een succesvol resultaat. In mijn werk pluk ik nog de meeste vruchten van de schriftelijke cursus schoonschrijven. Dat is, zoals u weet, de grondslag voor het adviseurswerk. Momenteel ben ik zelfstandig gevestigd onder de naam Globo Consultancy Incorporation. De holding van ons houdt kantoor in Amsterdam, Rozengracht 26, 3 Hoogachter. Mijn brochure laat ik dadelijk ook bij u achter. Maar nu het onderwerp, de werkwijze van adviseurs. Deze is gebaseerd op het adviseurscredo Veni, Vidi, Vici. Ik kwam, ik zag en ik overwon. Ik ga u nu vertellen hoe wij adviseurs dit credo waarmaken. Ik ga dat, zoals dat in ons vakjargon heet, bij u doortikken. Ik zie al enkele ijverigen onder u schrijven, dat is helemaal niet nodig. Want zoals het een goed adviseur betaamt, heb ook ik mijn eigen boek geschreven. Ik heb dat voor u meegebracht. Mijn boek is getiteld Verdiensten uit diensten. De uitvoering is goud op snee, want u begrijpt dat het paperback publiek niet tot mijn marktsegment behoort. Verder mag ik nog wijzen, in een bijzondere wijze, op mijn Engelstalige publicatie Aces in Services, met als Nederlandse ondertiteling Sla uw slag uit adviezen, adviseurs kunnen niet verliezen. Veni, Vidi, Vici, het Veni. Om te komen, daar is een probleem voor nodig. Vandaar het bekende adviseursmotto: hebt u geen probleem, wij maken er wel een. Gelukkig is het zo dat er altijd mensen zijn die zelf al denken dat ze een probleem hebben. Dat is zeker het geval bij ondernemingen die een nieuw beleid gaan voeren. 10-1 dat het management plots niet meer weet hoe het werk gedaan moet worden. Jarenlang produceren zij, leveren ze en worden ze betaald. En plots weten zij niet meer hoe dat moet. Prachtig is dat voor onze adviseurs, zo'n binnenwippertje. Het oplossen van een probleem wat er eigenlijk niet is. Het enige wat wij als adviseurs doen, is het probleem doen rijpen. In ons vakjargon heet dat bespreekbaar maken, helder krijgen, afhechten, etc. De aanpak is simpel. Wij laten het management eerst aan elkaar uitleggen dat er een probleem is. Daarna laten wij ze dat ook doen aan hun directie en hun medewerkers. Ja, zelfs aan hun opdrachtgevers. Dat schrijf je dan allemaal op en dat rapporteer je en iedereen gelooft dat dan. Heerlijk, heerlijk deze fase. Wij adviseurs noemen dit de fase van het sadi-consultisme. Kommer, kwel, zelfbeschuldiging. Ja, het kan soms gebeuren dat ze erover gaan publiceren.
Soms bereiken wij in deze fase al het zogenaamde adviseursorgasme. Dat wil zeggen, opgenomen worden in het managementteam, dan ben je binnen. Het toppunt van twijfel in eigen kunnen is dan bereikt. En wij kunnen dan die kritische figuren eens aanpakken die alsmaar om oplossingen zitten te vragen. Want wij adviseurs zeggen altijd maar, probleem weg, adviseur weg. En dat kan voor ons nooit te laat zijn. Het Fidi, ik zag. Wij adviseurs zijn zieners, visionairs, kijkers, ja, glurers. Hoe zijn wij dat geworden? De bekende Chinese wijsgeer Kon Sul Tan zei reeds: zonder som geen cijfers, zonder afkijken geen goede cijfers. U ziet, op school openbaart zich reeds de geboren adviseur. Wat is namelijk het geval? Knappe koppen worden ten hoogste manager, domkoppen worden ten minste medewerker en afkijkers worden adviseurs. Wij adviseurs weten natuurlijk ook wel dat het management slim genoeg is om zelf ook de problemen op te lossen. Wij doen eigenlijk maar twee dingen. Ten eerste, bij elke oplossing die ze hebben, roepen wij dat het probleem achter het probleem niet wordt opgelost. Dus of niet. Ten tweede, een oplossing ijlings in andere bewoordingen overschrijven en dit als een advies presenteren. Succes verzekerd. Wij adviseurs noemen dit de fase van het pseudo-consultisme. Het moment suprême is als je als adviseur gevraagd wordt om een oplossingsmodel te maken. Dan zit je vast in het zadel en dan kun je die leaders aanpakken die zelf al oplossingen aan het bedenken zijn. Want wij adviseurs zeggen altijd maar, oplossingen lossen adviseurs op. En dat kan natuurlijk nooit onze bedoeling zijn. De laatste fase is Vici, ik overwon. Deze fase wordt ingeluid als men ons vraagt om het oplossingsmodel te implementeren. Dat is niet zo moeilijk, wij roepen gewoon reorganiseren. Maar let op, let op. De reorganisatie mag niet slecht zijn, anders gaan ze failliet. En dan krijgen wij niet meer betaald. De reorganisatie mag niet perfect zijn, anders is er geen continuïteit voor de adviseurs. En die krijgen dan niet meer betaald. Het management moet kunnen scoren met de oplossing, anders willen ze ons niet meer betalen. De werkvloer, dat is voor ons geen enkel punt, want die betalen ons niet. Het geheim van de reorganisatie is oude wijn in nieuwe vaten. Het smaakt heerlijk, het lekt geheid, het is duur en het komt uiteindelijk wel goed. Wij realiseren dit via de zogenaamde dienstenbeschrijvingsmethodiek. Dat wil zeggen dat wij ze laten opschrijven wat ze doen. Het bijkomende effect is dat wij dat dan ook eens begrijpen. Vervolgens laten wij ze gewoon doorwerken, maar wij maken nieuwe afdelingen en je voert nieuwe namen en nieuwe functies in. Bij voorbaat of bij voorkeur in het Engels. Director, manager, chief, head, boss, leader, het maakt niet uit. Wel zorgen wij ervoor dat wij altijd een consultvirus inbouwen als groeikern voor onze vervolgopdracht. Wij adviseurs zijn dan rond, de zevende hemel is bereikt, maar voor één ding moeten wij altijd erg oppassen. Er bestaat altijd weer de neiging om ons in dienst te nemen voor het verder doortikken naar de werkvloer. Dat is echter nooit onze bedoeling. Wij adviseurs zeggen altijd maar, problemen oplossen is een vak, maar niet het onze. Nee, wat wij adviseurs echt kunnen doen, is rekeningen schrijven, want zoals u weet, een kwaliteitswip moet goed betaald worden. Met wie kan ik hier vanavond afrekenen?
Gaat u in ieder geval rustig door met feesten. Ik ga er even tussenuit, bijbruinen, in mijn home op de Bahama's. Een prettige avond nog en wellicht tot ziens.